Zo aan het begin van het jaar, zo'n beetje rond de jaarwisseling is toch altijd een bijzondere periode. Je gaat reflecteren, waar ben ik eigenlijk het hele jaar mee bezig geweest? Waar wil ik naartoe? En wat waren mijn oude doelen? En heb ik bereikt wat ik wil bereiken? En het deed me eigenlijk iets realiseren, iets waar ik niet altijd bij stilsta, maar wat ik stiekem best vaak toepas. En misschien dat het jou ook kan helpen. Want wat ik veel zie, is dat er vast wordt gehouden aan alles wat er nu is. En daardoor soms vergeten wordt dat er ook een optie is om dingen opnieuw te doen. En een simpel voorbeeld. Ik werk natuurlijk, doe veel opdrachten in de IT en kom een hele hoop applicaties tegen. En meestal is mijn eerste observatie van: waarom bouwen jullie het niet opnieuw? En dan is er altijd een reden, ja maar, kosten. Ja maar, we hebben de applicatie nu en bla 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 bla. En al die pijnpunten nemen we voor lief, want een nieuwe applicatie bouwen is duur. En. Nou kreeg ik laatst een wonderlijk inzicht. De applicatie was gebouwd, een solide applicatie werkt nu, doet wat het moet doen, alleen het is niet echt van deze tijd. Zeg maar, denk maar eens terug aan Windows XP. Nou, dat is ongeveer het gevoel wat je krijgt. Prima, maar vandaag de dag moet ik er niet meer aan denken. En dat is eigenlijk met deze applicatie ook. Dus het eerste wat bij mij opkomt, waarom zou je dit niet opnieuw maken? Als, nou ja, de persoon die ik ben, opper dat natuurlijk een beetje casual in een gesprek. En dan, ja maar, kosten, partij die het nu in beheer heeft, die vindt het dan moeilijk om nieuwe functionaliteit te voegen. Dus een nieuwe applicatie, ja, dan zijn we zo weer een paar jaar verder en we hebben er eigenlijk geen vertrouwen in. En dat is wel interessant, want geen idee hoe technisch deze applicatie in elkaar zit. Maar wat wel interessant is, en dat geldt misschien ook voor een ander aspect dan computersysteem, en misschien wel iets wat jij in je leven hebt, is: goh, soms hebben we iets en dat nemen we als een gegeven. En dan willen we iets aanpassen en dan is het soms moeilijk aan te passen. Het huis waar ik nu woon, als ik daar een huis, gelijksvloers huis van wil maken, dat kan. Maar goed, er zitten hier wel twee, hè, ik heb drie verdiepingen. Dan gaat het wel. Ja, wat ga ik met die andere ruimte? Ik kan ze weghalen. Een hele dure ingreep. Ik kan zeggen, ja, ik ga beneden inrichten. Dan heb ik ineens heel veel minder ruimte en dan heb ik ongebruikte ruimte boven. Of ik kan zeggen, ik ga opnieuw beginnen. Dan kan ik zeggen, nou, knal dit hele huis weg. Ja, dat is misschien wat onhandig. Of ik zoek gewoon een nieuw plekje. Ik zoek gewoon een schone lei. Ik zeg, oké, prima, ik wil dit bereiken. Ik ga proberen een schone lei te beginnen. En dat is soms misschien juist wel het mooie. Van als je een schone lei begint, en dat kan eigenlijk in zoveel aspecten van het leven, je werk, je gezondheid. Het is alleen, je moet zorgen dat je dus je oude beperkingen los weet te laten. Dus al is het een systeem, al zijn het bepaalde gedachten, al is het een bepaalde locatie, een bepaalde omgeving, je moet durven loslaten. En dat is moeilijk. Want ja, het is zo vertrouwd, het is zo veilig, ik weet wat ik heb. Dat is misschien wel de ergste dooddoener. Ik weet wat ik nu heb en ik ben er niet tevreden mee, maar het risico dat het slechter is, ook al is dat risico klein, dat wil ik niet nemen, dus ik blijf waar ik nu ben. En dat klinkt misschien gek, maar heel veel van ons doen het. Ik doe het ook met bepaalde aspecten van mijn leven. Iedereen doet het. Het is vertrouwd, je bent misschien niet helemaal blij mee, maar goed, het doet eigenlijk net niet pijn genoeg. En ja, er is ook een risico dat het niet veel beter wordt. Kijk maar om je heen. En soms zie je het bij anderen beter dan bij jezelf. Kijk om je heen en merk maar op. Het kan iemands relatie zijn. Het kan iemand zijn die constant klaagt over zijn werk. Het kan iemand zijn die ergens woont waar hij niet wil wonen. Nou is in de huidige huizenmarkt misschien verhuizen niet echt makkelijk.
Maar er is altijd de keuze. Als jij zegt, ik wil niet wonen waar ik woon, ik wil meer ruimte. Er zijn vast landen waar je goedkoop kan wonen met heel veel ruimte. Ja, maar gaan we weer een reden vinden om te zeggen, ja, maar dat is niet in Nederland, dat is niet dicht bij mijn familie. Ja, maar je kan niet alles hebben in het leven. Soms moet je zeggen, wat vind ik belangrijk? Ik wil dichter bij mijn familie wonen. Oké, in mijn geval, als ik dichter bij mijn vader ga wonen, naar Utrecht, is het duurdere regio, heb ik waarschijnlijk een kleiner huis. Als ik dichter naar mijn schoonfamilie toe ga, is een goedkopere regio, kan ik waarschijnlijk een groter huis nemen. Ja, wat wil ik? Wat keuzes, keuzes, keuzes. En dat is denk ik ook wat ik mee wil geven. Van soms moet je gewoon accepteren, hè, als je zegt opnieuw. Even helemaal leeg, opnieuw. Geen vast kaders, opnieuw. Wat zouden we dan willen? En in de softwareontwikkeling is het juist super krachtig. Waarom? We hebben allemaal kennis opgedaan. Bepaalde weerstand heb je al overwonnen, hè, want het systeem wordt gebruikt. En als je dan opnieuw iets neerzet, hoef je die weerstand niet te overwinnen. Want vaak, vooral binnen de overheid, zie je vaak dat er een bepaalde weerstand is. Er is een bepaald papierproces. Zo doen we het al 20, 30, 40, 50 jaar. Dan komt er iemand met een stoffige handleiding. Ja, zo doen we het nou eenmaal. Super dooddoener. Terwijl je zegt, oké, dit is wat hoe het huidig werkt, kunnen we het beter maken. En daarvan uitgaan dat het beter, mooier, sneller, efficiënter kan. Dat is een hele andere mindset. En zo geldt het voor heel veel dingen. Ben je niet blij op je werk? Ga er niet focussen. Ja, ik ben niet blij op mijn werk. Maar ga eens denken, wat wil ik wel? Wat wil ik wel? Zonder beperkingen. Ja, ik wil een nieuwe baan, maar ik ben er niet voor opgeleid. Zo, who cares? Een opleiding is een stukje papier. Zegt dat je dan kan? Denk eens terug. De opleiding die ik heb gevolgd, heeft me slechts ten dele voorbereid op wat ik nu doe. Wat ik nu doe, heb ik eigenlijk plat gezien geleerd in de 10 jaar die ik werk. En de 10 jaar die ik werk, heeft eigenlijk een groot gedeelte wat ik echt nu toepas, misschien in de afgelopen 5 jaar echt ontwikkeld. Dat heeft niks te maken met het papiertje wat ik bijna 10 jaar geleden gehaald heb. Is dat wat ik bedoel? Het gaat erom, haal die beperkende gedachten weg. Waar een wil is een weg. En als je zegt, ja maar, oké, ik solliciteer, word niet uitgenodigd. Goh, ja tuurlijk, als ze kijken, ze hebben kandidaat met 10 jaar werkervaring, gaan ze daar naar kijken. Maar misschien als je je boodschap anders verwoord, je bericht naar jouw potentiële nieuwe baan, jouw eigen bedrijf, wat dan ook. Het gaat erom, hoe kan ik waarde toevoegen voor mezelf, voor iemand anders? En als je dat weet vertalen, dan maakt het niet uit of je een papiertje hebt. Of als je een nieuw huis wil bouwen, waarom willen ze een weg? Je moet alleen soms wat creatiever naar dingen kijken. Kijk, heel plat. Wij hebben een leuk huis, dikke overwaarde. Nou, joepie de poepie, zit allemaal in bakstenen. Daar wordt niemand blij van. Zou ik groter willen wonen, dan komen we dus eigenlijk, waarschijnlijk wil ik wel meer in het open, in deze buurt. Nou, forget it. Maar als je dan de hele markt kijkt, het segment waar wij kunnen betalen, dat is best wel overspannen. Maar het segment erboven is iets rustiger. En een alternatief zou kunnen zijn dat je zegt, goh, ik zoek iemand een ander gezin en we gaan samen op zoek. En dan gaan we het segment erboven zitten en dan koop je een grote lap grond en dan ga je daar iets realiseren. Dat is heel anders denken. Maar hey, is dat erg? En dat is denk ik misschien wel het belangrijkste. Als je je doelen opstelt, is ga niet denken in beperkingen. Ga niet denken, dit wil ik, maar dit kan niet. Ga eens kijken, oké, dit wil ik. En hoe zou ik dit waar kunnen maken? En dat heeft alles met mindset te maken. Daar heb ik al een aantal podcasts over nagedacht. Hè, over het positieve en het negatieve. Het negatieve ga je focussen op wat niet kan. Dan zeg je eigenlijk, ik wil niet meer zo zwaar zijn. Ik wil niet meer 85 kilo wegen. Ik zeg maar wat. Dat positief zou zijn, goh, ik
ik zou graag 75 kilo willen wegen. Of onder de 85 kilo. En ga dan kijken, wat brengt het jou? En niet, wat neemt het jou? Van ja, ik wil niet 85 kilo wegen, want dan heb ik zo'n buikje. En dan voel ik me dik en dan zie ik niet sexy uit in mijn badpak, whatever. Dan hoef ik niet over het strand te lopen. Goh, maar als je dan zegt, ja, als ik 75 kilo weeg, dan voel ik me waarschijnlijk heel sexy. Kijk hoe sexy ik ben. Zie het dan ook voor je, hè, visueel. En zeg dan, goh, als ik 75 kilo weeg, dan straal ik in mijn badpak op het strand. Op een mooie strand. Heerlijk. Heerlijk. En dan kun je hem alvast gaan van voorgenieten. En dan krijg je zin in om je doel te bereiken. En dat is denk ik ook... En hoe je het dan gaat doen, dat is minder belangrijk. Het is meer weten wat, waarom, wat biedt het jou. En die een open mind hebben van wat... Hè, goh, ik kan gaan diëten, ik geloof niet in diëten. En stel dat je 65 kilo wil, 10 kilo wil afvallen in een jaar of voor de zomer. Dan kan je zeggen, ja, ik ga diëten. En ik ga me allemaal dingen ontzeggen. En wat gebeurt er vaak met mensen die diëten? Die houden dat dan een half jaar vol, dan hebben ze een doel bereikt. En dan is het klaar. In één keer klaar. En dan zijn ze einde van het jaar zijn ze 5 kilo zwaarder. Dat heb ik volgens mij in de vorige podcast ook gezet. Ik vind dat een fascinerend concept. Je valt heel veel af en dan zijn we klaar. En dan mag ik weer. Ja, maar dat is wat mij betreft denk in gestelde kaders. Weet je wel? Ik moet mezelf dingen ontzeggen en daarna mag ik weer. Waar je ook kan denken van, goh, ik heb een doel. Ik wil het bereiken. Ik ga bepaalde dingen laten, want ik maak een keuze. Ik wil gezonder leven. Nou weet je, ik ga gewoon in plaats van een zak chips, ga ik een zak wortels weg zitten douwen. Nou, ik durf te tellen. Gewoon een kilo wortels eten of zo. En voor de rest mag je alles snoepen wat je wil. Gewoon 1 kilo wortels per dag. Gewoon 1 kilo groente naar binnen douwen. Op een gegeven moment heb je er gewoon geen zin meer in. Dan zit je zoveel bij zoveel zalig. Dat het gewoon niet meer wegkrijgt. Terwijl een kilo chocola, nou ja, waarschijnlijk, ik herken de mensen wel, maar zo'n begint met zoetigheid, dan krijg je een soort craving en blijf je door eten. Snap je wat ik bedoel? En door juist open-minded zijn en schone lei te pakken en gewoon te zeggen, oké, okay, wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Zonder beperkingen. Wat wil ik, hè? Wat is het, wat gaan we realiseren zonder beperking met de dingen die ik geleerd heb uit het verleden. En daarom vind ik die software analogie zo mooi. Je bouwt een systeem, dat zet je neer, dat draai je, dan doe je onderhoud. Even de analogie van diëten, dan ga je sporten, dingen, doe je onderhoud. Maar als je naar next level wil, dan moet je soms ook zeggen, goh, ik laat het huidige even los, want met onderhoud kost ook tijd. En als je dan ook nog andere doelen hebt, dan is het soms moeilijk om dat te combineren. Je hebt maar zoveel tijd in een dag. En dat is bij software bouwen ook. Je hebt maar zoveel tijd dat er aan de applicatie gewerkt wordt. En sommige dingen zijn gewoon heel grondig. En soms moet je juist even dat grondige eruit hakken. En zeggen, ik pak even een moment, focus even daar en dan pak die pijn eruit. En neem ik heel even voor lief. Maar dan kan ik daarna met een schone lei verder. En dat is denk ik wat ik jullie allemaal wens. In zo'n beetje deze transitieperiode van het nieuwe jaar. Een schone lei. Ga eens met een schone lei aan de slag. Wat zijn jouw doelen? En ga niet uit van de beperkingen van nu. Maar alleen maar van de dromen van jouw toekomst. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je dit nou een leuke episode vinden, geef me dan een rating. Tegenwoordig kan je op Spotify een aantal punten geven. Dus leef je alsjeblieft uit. Dat waardeer ik zeer. Check ook Insight Timer. Daar heb ik een aantal meditaties staan. Die jou misschien verder kunnen helpen met jouw doelen, met jouw leven. Een stukje rust vinden, een stukje zelfliefde vinden. Ik heb een aantal verschillende dingen staan, dus kijk daar vooral tussen. Als je dat interessant vindt, je kan me daar vinden onder Menno van Wieringen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.